Stichting Net Niet Genoeg zet zich al jaren in voor de Schiedammer die net niet genoeg heeft. Vandaag spreek ik met bestuurslid Mirjam van der Meer. Stichting Net Niet Genoeg, nou ja, de naam zegt het eigenlijk al een beetje, hè? Net Niet Genoeg. Dan moet je natuurlijk denken aan de klanten van de voedselbank. Maar er zijn natuurlijk genoeg meer Schiedammers die ook net niet genoeg hebben. Je moet eigenlijk zo zien, als je 1 euro boven het bedrag zit voor de voedselbank, kom je al niet meer in aanmerking voor een voedselpakket. Dus dat is best een strenge regel. We willen juist ook de mensen bereiken die net daarboven zitten. Dus die ook echt eindjes aan elkaar moeten knopen. En daar zijn wij ook voor. Oké, dus het is inderdaad net... Ja, niet zo dat als je niet bij die voedselbank aangesloten zit, dat je hier voor een dichte deur staat. Nee, je staat niet voor een dichte deur. We proberen daar wel een beetje structuur in te krijgen. Wij kunnen niet in iemands portemonnee kijken. Dat is natuurlijk heel erg moeilijk om daar een keuze in te maken. Dus wat hebben wij gedaan? Wij hebben directeuren van basisscholen aangeschreven. En zij kunnen de mensen uitkiezen, zeg maar. Zij weten vaak de mensen die geen schoolreisje kunnen betalen. Of ja, die toch net erbuiten vallen. En deze mensen zijn van harte welkom bij ons. Dat is mooi. Hoe is de stichting eigenlijk ontstaan? De stichting is ontstaan, ja, ondertussen alweer ruim 2,5 jaar geleden. Het gaat echt heel erg snel. We zijn eigenlijk ontstaan, 3 dames, totaal verschillend. Eén die deed allemaal acties ophalen bij supermarkten van loyaliteitacties. En daar gingen ze pakketjes voor maken voor de kinderen van de voedselbank. De andere dame die zat eigenlijk zelf bij de voedselbank. Die was noodgedwongen daar lid, helaas. En die wilde eigenlijk wat doen voor de medemens. Nou, en als ik over mezelf dan mag zeggen, ik heb een supermarkt in Schiedam, een plus. En ik deed eigenlijk al voedselpakketten uitdelen met de kerst en met Pasen. Zodoende zijn we eigenlijk heel toevallig bij elkaar terechtgekomen, hebben we de handen in één geslagen en hebben we het gewoon groter willen aanpakken. Dat het zo groot is geworden, ja, daar kunnen we alleen maar trots op zijn. Hadden we niet verwacht, maar super trots. Woensdag 9 september was de kick-off van Serious City Schiedam en jullie zijn hier ook een van de goede doelen van. Wat voor activiteiten gaan jullie hier samen met Serious City voor inplannen? Ja, we zijn natuurlijk super trots dat wij een van de goede doelen zijn. Echt wel een beetje een eer. Dat mag je echt wel weten. Dat is echt wel spannend. Ja, wat we allemaal gaan doen. Het is ook een hele organisatie wat Serious City heeft. Ik had begrepen dat de Santa Run ook weer kwam. En dat er allerlei acties komen. Stichting Net Niet Genoeg houdt zich eigenlijk een beetje aan haar eigen plan. Wat we hebben voor dit jaar. Maar dan moet je wel denken aan, we gaan waarschijnlijk de schoenenactie gaan we weer doen. En dat betekent dat mensen, de klant van de voedselbank, alle kinderen een nieuw paar schoenen mogen uitzoeken. Ja, dat is natuurlijk geweldig. Vooral voor de winter wil je gewoon op goede schoenen lopen. Dus dat is een actie die wij weer gaan doorvoeren. Dan komt ook de eindejaarsactie komt daar ook weer bij. Grote pakketten weer maken met levensmiddelen, met alles erop en eraan dat er een goed gevulde tas weer de deur uit kan. En jullie organiseren ook vaak dagjes uit voor de mensen. Aan wat voor een uitstapjes kunnen we dan denken? Ja, het is nu voor het tweede jaar doen we dat. Vorig jaar hebben we de pannenkoekenboot voor een deel afgehuurd. Heel erg leuk. 3 afvaarten hebben de mensen kunnen genieten van heerlijke pannenkoeken eten en de kinderen spelen. Afgelopen zomer zijn we naar Plaswijkpark gegaan. Bus gehuurd voor de deur, met z'n allen de bus in. Een goed gevulde goodiebag ging mee met allemaal eten. De lunch was geregeld voor de mensen. Ja, die hebben gewoon een dagje uit gehad. En de kinderen konden heerlijk, als ze weer op school kwamen, vertellen dat ze toch nog weg zijn gegaan. Ja, daar doen we het voor. Bij de Net Niet Genoeg dagen krijgen mensen inderdaad ook een goodiebag mee naar huis. Maar hoe stel je nou eigenlijk zo'n goodiebag samen en wat zit hierin? Ja, een goodiebag is eigenlijk natuurlijk iets heel leuks. Dat moet je voorstellen als nieuwe producten, want daar gaan geen tweedehands producten in. En wij proberen een goodiebag, een familie goodiebag te maken. Dus er zit voor de een puzzelboekje in, of er zit potloden in, een snoepje, een shampootje, dat soort dingen. Vaak krijgen we van bedrijven, krijgen we dan soort partijhandeltjes, krijgen we. Denk maar aan bijvoorbeeld een memoblokje of pennen met het logo van het bedrijf erop. En die doen we eigenlijk allemaal in de goodiebags. En dan kan je een hele goodiebag maken. Dus
ik roep eigenlijk de bedrijven een beetje op van joh, heb je iets leuks, een leuke gadget of voor de kinderen of voor volwassenen? Ja, denk aan Stichting Net Niet Genoeg. Wij kunnen daar een leuke tas van maken en mensen waarderen dat heel erg. Dat een tas is zo leuk met nieuwe spulletjes erin, dat vinden ze helemaal geweldig. Absoluut. En jullie betalen dit allemaal aan de hand van donaties. Kan dit online of komen mensen vaak bij jullie langs met een bijdrage? Ja, we moeten dit wel allemaal doen met donaties. Natuurlijk zijn er ook fondsen die we aan kunnen schrijven. Maar die zeggen op een gegeven moment ook, je moet het nu wel zelf doen. Dus we zijn echt wel afhankelijk van donaties. Daarom is Sirius City ook zo fijn dat we daar bij aangesloten kunnen zijn. Want dat geld kunnen we daarin gewoon goed gebruiken. Denk aan het uitje, kost veel geld. Denk aan de schoenenactie. Maar denk bijvoorbeeld ook aan de net niet genoeg dagen die we hebben. Dat wat natuurlijk eigenlijk ons doel is. Een net niet genoeg dag voor de mensen, zodat ze naar de kappers kunnen. Zodat er een lunch voor ze is. Ze krijgen een goodiebag mee naar huis. Daar heb je ook financieel geld nodig. Dus werkelijk geld op de bankrekening. En er is nog een ander punt wat we helaas elke keer maar weer noemen. We moeten betalen om in de Blauwe Brug te zitten. En het is niet heel erg veel huur, maar toch iedere maand moet het opgehoest worden. Ja, en daar zijn we ook gewoon afhankelijk van. Dus dat geld hebben we zeker nodig. Mensen komen het hier brengen. In de donatiepot. Vaak storten mensen geld. Bedrijven doen veel acties. Maar scholen ook bijvoorbeeld. Een flesinzamelactie hebben we gehad. We hebben sponsorlopen gehad. Nou, dat zijn natuurlijk hartstikke leuke initiatieven. En buiten geld doneren komen mensen hier ook gewoon spullen afgeven. Als mensen dat nou graag willen, op wat voor dag en hoe laat, wanneer kunnen ze dat doen? Ja, spullen zijn natuurlijk ook. Dat is eigenlijk natuurlijk de core business hier. Mensen moeten spullen komen brengen. Dameskleding, herenkleding, speelgoed. Verzin het allemaal maar wat we hebben. Mensen kunnen hier elke woensdag en donderdagavond terecht. Van 7 tot 9 zijn we open. Het is wel zo dat we volgende week zijn we voor het laatst open. Want dan moeten we ons weer klaarmaken voor de net niet genoeg dag. Die is 3 oktober. Je moet dan wel zien, we willen het hier opgeruimd hebben. We willen het netjes hebben. 18 oktober... gaan we weer open en dan kunnen de mensen weer gaan inzamelen voor de zomereditie. Buiten een heleboel vrijwilligers hebben jullie ook heel veel samenwerkingspartners. Wat houdt het in om samenwerkingspartner van de stichting te zijn? Ja, ik ben eigenlijk wel trots dat we samenwerken met heel veel bedrijven en met instanties. Ik denk dat het gewoon heel erg belangrijk is. Je bent in Schiedam, we horen allemaal in Schiedam en we moeten niet allemaal het zelf willen uitvinden. We werken veel samen met organisaties, dat maakt ons allemaal alleen maar sterker. Denk bijvoorbeeld aan Olivia, zij heeft al een eigen kledingbank. Zij is niet op dagen open met grote groepen, maar zij heeft een ander systeem met kaarten. Nou, dat is een prima actie. Mensen kunnen hier zo kleding bijvoorbeeld uitzoeken, kinderkleding. Past het niet meer of is er wat mee aan de hand? Kunnen ze het bij haar weer inruilen en kan er weer zo gewisseld worden? Ik denk dat het gewoon heel erg belangrijk is. Ik denk dat we met elkaar ook een signaal kunnen afgeven naar de gemeente. Van joh, luister, Schiedam heeft het gewoon heel hard nodig. En ja, samen ben je toch veel sterker. En ja, buiten de vrijwilligers en de samenwerkingspartners, hebben jullie tegenwoordig ook al wat jongere scholieren rondlopen die zich inzetten voor de stichting? Ja, we hebben ook jongere scholieren. Het is eigenlijk begonnen met een soort maatschappelijk stage. Een jongen die zoekt eigenlijk een plek om een soort rapport, een soort verslag te schrijven. En hij is blijven hangen. En hij doet heel onze ICT. Hij runt alles bij ons achter de schermen. Ja, en dat is gewoon heel erg leuk. Ja, dan gaat de mensen ook een beetje, zeker de jongeren, een beetje bewust maken van de situatie wat er allemaal is. Want vaak achter de deuren kan je niet kijken wat er aan de hand is. En nu wordt het toch een beetje reëel voor ze. Dus laatst hadden we nog iemand die stage kwam lopen hier. En ja, scholen, als jullie kijken, stuur leerlingen naar ons toe. Want ik denk dat het heel leerzaam is. Alleen even iets heel vervelends. De Blauwe Brug gaat dicht. Hebben jullie hier al bericht van wanneer dit gaat gebeuren? Ja, dat is even jammer, hè? Ja, wanneer het gaat gebeuren, dat weten we niet. En de gemeente weet het ook nog niet. Laatst stond het weer op de agenda. Er zijn allerlei plannen. Het moet plat. Je verzin het allemaal maar. Het kostte veel geld. Ja, ik blijf nog steeds zeggen dat het zonde is. Het is een middelpunt hier van Schiedam. Er zijn nog genoeg verenigingen of stichtingen die onderdak zoeken. En ik denk dat dit een ideale plek is om deze mensen weer te huisvesten. Het is een groot object. Kan je erin kwijt. Kijk naar onze locatie, wat we allemaal hebben staan. Het zou echt een gemis zijn in Schiedam.
Want is dan de gemeente ook wel met jullie in samenwerking bezig om een andere locatie voor de stichting te vinden? Ja, we zitten met de gemeente om tafel en wij doen ons huiswerk, zij doen hun huiswerk. Ja, het blijkt toch wel heel moeilijk te zijn, omdat we zo groot zijn, omdat we zoveel ruimte nodig hebben, is het niet eenvoudig om een geschikt pand voor ons te vinden. Wij houden onze ogen open en vooral onze oren van mocht er weer iets veranderen. Dus we zijn druk met elkaar om tafel. Want wat zijn dan, buiten dat het pand groot genoeg moet zijn, andere vereisten voor een nieuwe locatie? Ja, je moet natuurlijk denken dat er makkelijk geparkeerd kan worden, maar ook makkelijk met openbaar vervoer of met de fiets. Mensen moeten toch de spullen meenemen. Als we op betaald parkeren in het centrum zitten, dat heeft voor de mensen geen zin, dat heeft geen nut. Openbaar vervoer, erg afhankelijk zijn de mensen misschien daarvan. Dat moet ook centraal liggen. Dus dat zijn toch wel wat punten die belangrijk zijn. We kunnen wel ergens in de industrie achterin zitten, maar dat is voor de mensen om spullen te komen brengen is het niet heel toegankelijk. En voor de mensen die het nodig hebben is dat niet heel toegankelijk. Dus er zijn helaas wel wat eisen die we hebben.